Diyosaka Director at Diyosaka Bode at Anicer Masterclass Metafutuling Mensity Albizise and Spell ang antal ding ang antarekan so that when ladies come at itrekentos praten in at upombar as leader who praten leader in at upombar what do you, what moet je allemaal doen om over te komen zodat je boodschap hebt. Ik hoop dat wat we hebben aangeboden, deze masterclass, dat het goed gaat overkomen. En dat, dat er dus een communicatie ontstaat en dat het niet de eerste keer is. Maar dat er verschillende masterclasses zullen komen. En ik denk, laten we zeggen, we zijn voorbereid om het beter te organiseren. Sorry. En kennis is niet goedkoop. Het is een dure kracht. Dus als het wordt aangeboden, is het altijd om te pakken met beide armen. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken is eigenlijk een ministerie die voorwaardescheppend is en condities in place brengt voor jeugdigen, niet alleen jeugdigen, maar vooral jeugdigen buiten schoolverband. Dus settings als deze en overige zijn vooral activiteiten waarop het ministerie zich richt. Dus het ministerie heeft als taakstelling te zorgen voor een gecoördineerd en verantwoordelijk jeugdbeleid. En vooral bij het coördineren en plannen van jeugdbeleid te zorgen ervoor dat de jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen. En dat beslaat alles dat buiten onderwijs valt. Verdere invulling daaraan te geven is het belangrijk om dus dan met diverse stakeholders samen te werken. Een van de stakeholders, dat is de IBSAE. En het ministerie is voornemens een vaste samenwerking aan te gaan met het instituut. En als vervolging daarop heeft IBSAE aangeboden om een lezing, CQ Masterclass, te bieden aan externen en jeugdigen. Om dus alvast de eerste start te maken in de richting van capaciteitsversterking als een van de prioriteiten van het ministerie in het dienstjaar 2019. Kennis is eenmaal een dure kracht. Gratis kennis moeten we pakken. Alsjeblieft. As you keep doing it, you notice more air is going into it. More air is going into it because your lungs are non-exercising. Your voice, like people that go to the gym, must be exercised. If you don't exercise your voice right, you have nothing. Your voice must be exercised every day. In fact, if I need to do the one of the voice when I'm training people, it takes the whole day, just the voice alone.